Alex Pastoor, de wedstrijd tegen PEC Zwolle komende zondag. Is dat nu al toch een cruciale wedstrijd door het beginnen in Venlo? Wel een hele belangrijke. Op het moment dat je een goed resultaat haalt in Venlo, dan zal daar op een andere manier naartoe geleefd worden en op een andere manier beleefd. Dus dat kun je best wel zeggen, ja. Ja, dan is het misschien ook wat rustiger rond de club. Want het lijkt nu al, terwijl er pas één wedstrijd gespeeld is, wat onrustig, ook bij supporters. Daar weet ik niks van. Ik weet dat het aan de binnenkant rustig is. Hoe heb je teruggeblikt op die wedstrijd in Venlo? Zo ongetwijfeld met de spelers de wedstrijd hebben nagekeken. Wat is dan toch een beetje de tendens geweest? De tendens is geweest dat... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de eerste helft, dat we het redelijk goed gedaan hebben. Dat je achterkomt door een ongelukkig moment van Roy. Maar dat redelijk en goed doen, dat moet tot iets leiden. En dat was veel te kort. Dus het was meevoetballen. En weliswaar de bovenliggende partij zijn. Maar daar moet je wat mee doen. En dat miste ik. En dat was met name na de rust... bleek dat fataal te zijn. En daar kwamen we niet overheen. Dus het was wat dat betreft te veel meevoetballen. En weliswaar licht bovenliggende partij zijn. Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen moer aan. En dan verlies je daar met 3-0. Dan zijn de mensen teleurgesteld. Zijn spelers teleurgesteld. Familieleden teleurgesteld. En dan plaatste de vrouw van Bronjo een tweet. Die tweet heeft voor veel ophef gezorgd. Heb je even met hem gezeten, met Bronjo? Ja, maar dat is altijd aan de buitenkant wordt dat veel heftiger beleefd dan aan de binnenkant. Loris heeft daarvoor namens zijn vriendin de excuses aangeboden. Ja, het is lachwekkend natuurlijk, dat vind ik het. En dat vinden we met z'n allen. En dat daar dan zoveel ophef over gemaakt wordt, daar kunnen wij ons dan weer niet zo druk om maken. Want Bronjo speelde geen minuut. Je hebt ook al aangegeven dat hij eventueel weg mag. Gaat dat nog gebeuren? Heeft nog een eenjarig contract. Zit hij hier een beetje op doodspoor? Of zeg je van, ik wil hem eigenlijk dit jaar gewoon wel gebruiken en hij gaat ook gebruikt worden? Ja, ik heb dat helemaal niet gezegd dat hij wel weg mag. Ik heb wel gezegd dat het geldt voor iedereen. Iedereen is te koop. Dus op het moment dat spelers weg zouden willen of er is interesse voor, dat hebben we maar al te goed meegemaakt, dan zullen ze gaan. En de keuze om hem niet te laten invallen, dat was... Op de eerste plaats een tactische. Dus we gingen met een trambaan spelen en daar is hij ongeschikt voor. En het tweede is dat de weken voor in de afsluitende oefenwedstrijd tegen Ajax... heeft hij niet de indruk gewekt om aanspraak te maken op een basisplaats te maken. Dus dat waren de redenen. Je hebt een nieuwe aanwinst met Muren. Die wilde je volgens mij al heel lang hebben. Die heb je nu binnen. Waarom wilde je hem zo graag hier naar het kasteel halen? Ik vind Robert een goede speler, een speler die een goed positiespel kan spelen en een speler die een goal kan maken. Dat zijn wel ingrediënten die we prima kunnen gebruiken. Want als je dan naar zo'n analyse kijkt van zo'n wedstrijd tegen Venlo, dat het allemaal eigenlijk leuk en aardig is. Maar we blaffen een beetje en we bijten niet. Hij is een speler die graag een goal wil maken en die we er graag bij hebben. Zie je hem als een 9 of als een 10? Ik denk meer een 10 om de spits heen. Ja. Ja. Gaat hij direct starten tegen PEC Zwolle? Dat zou zomaar kunnen. Ik denk ook dat gaat gebeuren. Maar is hij daar ook al toe in staat wat betreft zijn eventuele conditionele achterstand? Of het gewend raken met een team, omdat hij natuurlijk pas maar 1 of 2 trainingen dan heeft meegemaakt? Dat blijft natuurlijk wel lastig. Ik bedoel, als je het in... Als je vergelijkt dat je in de afgelopen 2 voorbereidingsperiodes die ik hier meegemaakt heb, dan heb je eigenlijk een selectie die in samenstelling niet of nauwelijks wijzigt. Als er al wat gebeurt, komt er iemand bij. Nu maken we voor het eerst mee dat er zelfs vele wisselingen zijn. Dat betekent niks anders dan dat die jongens dit natuurlijk prima mee kunnen doen. Maar het afstemmen op elkaar, dat zal nog even op zich laten wachten voordat dat perfect is. Fysiek staat hij er prima op, dus daar zal het niet aan mankeren. Maar veel meer in de afstemming met zijn medespelers. Oké, de transferwindow is nog eventjes open. Kunnen we op korte termijn nog meer versterkingen verwachten buiten Muren? Dat denk ik wel, want we komen niet om in de verdedigers. Dus daar zullen we nog wel 1 of 2 klappen moeten maken, ja zeker. Job van der Linden? Dat is natuurlijk iemand die vrij is en die een prima profiel heeft. De vraag is of hij...
kunstgras wil voetballen. Maar dat zou allemaal kunnen. Ja, dat zijn vaak dingen waar je tegenaan loopt. Dat toch spelers misschien niet voor Sparta kiezen, omdat jullie inderdaad op kunstgras trainen en heel vaak voetballen, zeker als jullie thuis spelen. Ja, dat heb ik tot nu toe vanaf eind mei tot bij wijze van spreken vanmorgen vroeg, heb ik dat al een keertje of 3-4 meegemaakt. Is dat misschien wel voor een trainer een extra reden om straks aan te geven aan het bestuur wanneer er geëvalueerd moet worden, toch maar weer gras? Nou, misschien wel. Ja, ik bedoel, ik denk dat we genoeg redenen hebben om te snappen dat er nu kunstgras ligt. En ik denk ook dat we genoeg redenen hebben om te zeggen, ja, het liefst natuurgras. En dit is er wel duidelijk één van, ja. Succes zondag.